Vandaag heb ik een e-bike met Apple's Find My functie, een traploze versnellingsnaaf met Bluetooth en een superhero modus. Zoveel vernuft, maar is het dan ook smullen voor mij? Hoi, hier David van Bright. Vandaag test ik de Veloretti Electric Ace. Dat is een e-bike van de Hollandse bodem. Eentje met een Bafang middenmotor en een Enviolo Automatic traploze versnellingsnaaf die voor jou schakelt. Deze Ace mag er wezen. Ik vind hem echt heel erg mooi vormgegeven. Maar dat was ook wel een beetje te verwachten, want het Amsterdamse fietsmerk Veloretti die maakt al jaren gewone fietsen die ook heel mooi zijn. En ook deze Ace is weer prachtig. Hij heeft iets klassieks. Beetje chic als een ingetogen man in het pak. Jawel, de tegenpol van yours truly. Maar ik zou er wel op gezien willen worden. Ik heb de Graphite, maar hij is ook in mat en glanzend zwart te krijgen. Naast de Ace met zijn anti-ballenbuis bovenstang is er ook de Ivy met het doorstapframe. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik de Ivy zelfs nog wat mooier vind dan deze Ace. De gedetailleerde afwerking van de Ace helpt natuurlijk enorm om mijn oog te strelen. Dan moet ik er wel even bij zeggen, dit is een pre-productiemodel. Dus als wij op de video een lasnaadje laten zien die wat minder mooi is, dan is dat niet wat jij zou krijgen als jij deze fiets bestelt. Dan krijg je gladde lasnaden. En zo zijn er nog een paar details die ik je niet kan laten zien zoals die afgeleverd wordt. Maar zelfs al is dit een pre-productiemodel, het meeste is echt heel mooi afgewerkt. Zoals hier aan de voorkant met die kabels. Gaat mooi het frame in, weinig risico dat het ergens achter blijft hangen. En dat is dus hufterproof. Ik kan ook smullen van de verlichting. Voor en achter zijn die heel fraai in het frame weggewerkt. En die aan de voorkant is zelfs helemaal verzonken. Bovendien zijn ze ook nog functioneel, want die koplamp die geeft echt een smak licht. En die hele voorkant die wordt afgemaakt door dit fraai vormgegeven stuur. En niet alleen is het een mooi stuur, ik vind het ook nog heel praktisch. Ik zit namelijk lekker comfortabel rechtop en dat is goed voor het oude nekkie van mij. Deze schuine buis met geïntegreerde uitneembare accu is opvallend slank te noemen en dat komt ten goede van het ontwerp. En het is mogelijk omdat Veloretti zelf die accu heeft ontworpen en niet een accu van de plank heeft gehaald. Toch zit er in deze e-bike een 504 wattuur accu en dat is goed voor ergens tussen de 60 en 120 kilometer. Nou zei ik, de accu is uitneembaar, maar ik kan het je niet laten zien, want we zijn de sleutels kwijt van dit pre-productiemodel. Nou heeft Veloretti wel de accu zelf ontworpen, maar toch gebruikt het merk onderdelen die van de plank afkomen met een goede reden. Denk dan bijvoorbeeld aan de schijfremmen, de Enviolo naaf, maar ook de middenmotor van Bafang. Want als je standaard onderdelen gebruikt, dan hoef je niet naar een speciale fietsenmaker om dat te laten repareren. De Ace wordt standaard uitgerust met degelijke spatborden voor en achter. Natuurlijk een zijstandaard en wat zeker niet mag missen op een city e-bike, want dat is ondertussen bijna standaard uitrusting, een Gates tandriem. Lekker onderhoudsarm. Even een klein detail wat ik gewoon moet delen. Er zit hier een rood klein puntje, dat is een waterdichte aansluiting. Straks koop je misschien een rek voor deze fiets, doe je je tas in en dan is die koplamp geblokkeerd. Maar dat rekje die heeft zijn eigen koplamp en dan kan je heel makkelijk in dit waterdichte aansluitingje, à la een beetje een mini jack, dat rekje en die lamp aansluiten. Dat is zo simpel en goed bedacht, daar kan ik nou echt van smullen. Ik zei het eerder al, maar dit is de eerste keer dat ik een e-bike met een Chinese Bafang middenmotor test. De meeste fietsen met een middenmotor die ik test, die hebben een Bosch. Bosch mag dan wel de middenmotorkoning zijn. Ik was blij verrast hoe goed deze Bafang middenmotor werkt. Bafang heeft trouwens net zoals Bosch een hele riedel verschillende middenmotoren. Dit is de M200 en dat is echt een prima motor voor een city e-bike. Hij is namelijk muis en muisstil en met zijn 65 newtonmetertjes aan piekkoppel heeft hij ook de nodige trekkracht. De laatste paar dagen had ik veel tegenwind, maar
Daar had hij helemaal geen moeite mee. En dat geldt ook als ik een brug op ga. Dat gaat heel makkelijk. Wordt het echt stijl, dan kan je hem in de hoogste van de 5 ondersteuningsstanden zetten voor nog wat extra trekkracht. Bij de meeste fietsen heet zo'n hoge stand turbo of sport. Maar bij Veloretti heet het de superhero modus. Oh, ik krijg kramp in mijn been. Ik ging op mijn tenen staan. Tjoe, schoot de kramp erin. In die superhero ondersteuningsstand dan voel je die motor ook echt trekken. Dat is bijna niet meer natuurlijk. En bij de meeste e-bikes zet ik hem altijd in de hoogste stand. Maar bij deze Ace vind ik dat helemaal niet nodig, want ik hoef niet de hele dag door de superhero in het verkeer te zijn en als een raket door het verkeer te gaan. Ik zet hem meestal in standje 3, want dan fietst hij super natuurlijk, alsof je wind mee in de rug hebt, zonder dat je het gevoel hebt dat er een motor aan het ondersteunen is. De 5 ondersteuningsstanden kan je via deze zogeheten Diamond Display bedienen. En ik vind dat ook een heel mooi, klein, functioneel en simpel te bedienen displaytje. Je kan erop zien in welke stand je natuurlijk staat, maar ook je snelheid zien en hoeveel sap er nog in de accu zit. En een leuk extraatje is dat als jij hem liever links bedient, dat je hem zo om kan draaien. Dan zet je hem hier of dan bevestig je hem hier. En dan moet je in de app even aangeven dat het display weer omdraait. Heel handig. Niet zo heel lang geleden heb ik een Gazelle 380 getest met een Enviolo traploze versnellingsnaaf. Op zich vond ik die naaf heel fijn, maar het verstellen van die traploze versnellingen, ja, dat vergde dat ik 2 keer mijn pols moest draaien om van hoog naar laag of van laag naar hoog te gaan. Dat vond ik wat minder. Deze Ace is echter uitgerust met een Enviolo die een stapje verder gaat. Dit is namelijk de Enviolo Automatic. Traploze versnellingen, maar je hoeft zelf niet te schakelen, dat doet hij helemaal automatisch voor jou. Het doel van dit robotje is dat je bij elke snelheid op de fiets dezelfde cadans, oftewel de trapfrequentie hebt. Of je nou 10 gaat of 25, die omwentelingen zijn dan ongeveer hetzelfde. Dat is althans de belofte, maar ook in de praktijk werkte deze Enviolo Automatic Nav heel erg goed. En dat had hij mede te danken door de app. Je kunt namelijk het fietskarakter van die naaf aanpassen. En dat was ook nodig, want smaken verschillen. Toen ik voor het eerst op deze fiets stapte, was de trapfrequentie voor mijn smaak iets te hoog. Vond ik gewoon niet prettig. En dat kan je gewoon heel eenvoudig aanpassen. En dan heb je opeens een totaal andere fiets met een hele andere fietservaring. Ik heb hem nu in de laagste trapfrequentie. 30 omwentelingen per minuut. Als ik nu wegrij, moet ik wat meer kracht zetten. Maar de trapfrequentie is lekker rustig. De trapfrequentie instellen, dat doe ik via de Veloretti app. Maar er is ook een Enviolo app. En die kan je direct verbinden met die versnellingsnaaf. Dit is namelijk een versnellingsnaaf met Bluetooth. Dat is helemaal nieuw voor me. Waar gaat dit allemaal heen? Krijgen we straks zadels die gaan twitteren? Maar even serieus, in die Enviolo app kan je nog andere dingen instellen. Eentje daarvan is hoe laag de versnelling is als je bijvoorbeeld vanuit stilstand optrekt. Maar de bedoeling is dat je niets te maken krijgt met die Enviolo app. Straks doe je alles met de Veloretti app waar al die instellingen ook zijn geïntegreerd. Wat ik nou zo grappig vind is dat het instellen van die trapfrequentie dat karakter helemaal van die fiets verandert. Het is niet alleen hoe hard je beentjes op en neer gaat, maar hij verandert ook hoe die optrekt. Op deze pre-productie Ace kan ik dat alleen instellen via de app, maar straks na een update kan het ook gewoon via de display. En dat lijkt me heel fijn. Moet ik de heuvel op, dan verhoog ik gewoon even de trapfrequentie, dat fiets wat lichter. Ga ik stijl naar beneden, dan wil ik overdrive. Nou, dan druk ik op dat knopje en dan verlaag ik de trapfrequentie en dan ga ik heel rustig met een hoge snelheid naar beneden. Het fietst in elk geval heerlijk met zo'n Enviolo Automatic. Maar het is niet alleen maar roze geur en maneschijn in e-bike land. Ik vertelde dat die Bafangmotor muisstil is en dat heeft ook zijn nadelen. Want deze unit die maakt nog wel eens lawaai. Als ik bijvoorbeeld van hoge snelheid op een stoplicht afkom, dan moet deze unit, de Enviolo, in één keer van een hoge versnelling naar een lage versnelling schakelen. Dat motortje moet dan als een gek aan het werk. Die komt op toeren en dat giert en dat hoor je. Dat went, maar ik vind het wel een minpuntje. Ik verwacht echter dat Enviolo in de toekomst met een nieuwe generatie komt die stiller is.
Mocht je nou met de Ace stil komen te staan omdat je een lege accu hebt, dan kan je natuurlijk niet met de hand schakelen. Maar de Enviolo wordt automatisch op een soort thuiskomertje stand gezet. Je kunt dan naar huis fietsen in een vrij lichte versnelling, maar fijn is het niet, maar je komt wel thuis. Net zoals de fiets is de app ook in pre-productie. Hij is volop in ontwikkeling. De features die er aankomen kan ik je nu nog niet laten zien, maar er is eentje waar ik zeer van gecharmeerd ben. De app heeft namelijk navigatie. Nou is dat helemaal niet bijzonder, een app met fietsnavigatie. Maar de uitvoering daarvan die vind ik wel heel erg leuk. De fietsroute die op je smartphone berekend wordt, die wordt op deze display getoond met van die simpele pijltjes en de afstand tot de bocht. Dat werkt heel erg goed. Veel beter dan bijvoorbeeld mijn Apple Watch. Want als ik aan het fietsen ben, ja, krijg ik van de Apple Watch een tikje op mijn pols van je moet ergens gaan afslaan. Maar dan zit ik zo te draaien en dan zit die mouw in de weg. En hier kan ik het gewoon tijdens het fietsen zien. Naast GPS heeft de Ace ook een dataverbinding waardoor Veloretti op afstand een over-the-air update kan uitvoeren, zodat je met de tijd ook nieuwe features krijgt. Dat zien we steeds vaker bij fietsen zoals de Van Moves en de Cowboys. Zo kan ik op dit moment met de GPS alleen live tracking doen. Maar straks, via mogelijk een over-the-air update, krijgt hij ook geofencing. Via geofencing maak je een zone aan en stel dat je Ace gejat wordt. Zodra de dief zich buiten die zone begeeft, dan krijg jij een notificatie van ongewenste verplaatsing van jouw fiets. Maar waarom dan geofencing? Daarmee kan je het risico op loos alarm verminderen. Stel, je gaat de supermarkt in, je fiets staat buiten geparkeerd, iemand komt aanrijden en die gaat jouw fiets verplaatsen, want die wil ertussen of whatever. Dan zou die, als je geen geofencing hebt, waarschijnlijk meteen het alarm doen rinkelen op jouw smartphone. Maar met geofencing voorkom je dat, want een kleine verplaatsing van een paar meter betekent dat die fiets niet uit die zone gaat en dus ook niet alarm slaat. Maar er komt nog een riedel nieuwe features aan. Zo krijgt de Ace binnenkort, net zoals de Van Moof, Apple Find My. Dan kan je, als je fiets kwijtraakt, ik weet niet hoe je hem kwijtraakt, maar als het gebeurt en iemand loopt langs met een iPhone, dan wordt anoniem de locatie van jouw fiets aan het Apple Find My netwerk gemeld. En daarnaast krijgt de Ace ook een feature die we kennen van de Cowboy. Die zijn namelijk uitgerust met crash detectie. Straks, als je een ongeval zou krijgen, ik hoop het niet, met de Ace, dan krijgt diegene waarvan jij het nummer in de app hebt ingesteld een belletje dat het niet jouw beste dag is. Kortom, als het goed is, wordt de Ace met de tijd, dankzij al die elektronica, steeds beter. Althans, als de updates niet al te buggy zijn. Het mag duidelijk zijn, ik ben zeer gecharmeerd van de Veloretti Ace. Als ik hem moet samenvatten, heeft hij alles wat ik van een citybike wil. Hij is mooi, hij remt lekker, hij zit helemaal vol vernuft en hij fietst ook heerlijk. Ik verwacht zelfs dat de Ace een geduchte concurrent van de Van Moof S3 en de Cowboy fietsen gaat worden. Hij zit namelijk in dezelfde prijsklasse. In de pre-order kost hij €2.399 en de adviesprijs later dit jaar is €2.799. Ja, dat is een smak geld, maar man oh man, wat krijg je bij deze Ace veel fiets voor je geld. Ik vind zelfs dat deze Veloretti Electric Ace thuis hoort in de top 3 city e-bikes van onze BrightStuff koopgids. De vraag is dan, wie moet er wijken? Ja, helaas wordt dat de Muto. Niet omdat het een slechte fiets is, maar hij kan gewoon niet tegen deze Ace op. Dit is namelijk een superhero van een e-bike. Nou ben ik heel benieuwd welke van de 3 fietsen jij zou kiezen. De Cowboy, de Van Moof of deze fantastische Ace. Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef een lel op die bel als je een notificatie wil zodra er een Bright video verschijnt.